Precies, daar was ik weer. En we gaan weer verder. We hebben net de kikker gemaakt. Daar hangt die. Nu gaan we verder met de olifanten. Een beetje nog. Er was een baby olifantje geboren in Artis in Amsterdam. Nou, dat vond ik zo leuk. Ik zag hem op de televisie. Dat ik hem even ga maken met jullie van vouwblaadjes. Wat heb je nodig? 2 vouwblaadjes. Ik neem voor de mama deze kleur paars. En voor de baby roze. En dan heb je ook 2 velletjes nodig, want anders passen ze er niet op. Dan moet het een beetje zo over elkaar heen plakken. We gaan eerst vouwen. We beginnen met de mama en dan moeten we 16 vierkantjes vouwen. Dan weten jullie, hè, eerst gaat hij dubbel voor het boekje. Je vouwt hem dubbel. Scherp vouw maken. En dan heb je het boekje. Dan maken we het rechte kruis. Je legt hem zo voor je. En je vouwt het kruis. Dan heb je 4 gelijke vakken. 1, 2, 3, 4. Dat is nog geen 16. We gaan nu de kast maken. Ik maak eerst het eerste deurtje van de kast dicht. Draai ik hem om. En dan maak ik de andere deur dicht. Hier hebben we de kast. Deur open. Andere deur open. En ik leg hem weer voor me neer. En ik maak de andere kant van de kast. Die deuren doe ik ook dicht. Omdraaien. En de deuren dichtvouwen. En als ik ze nu open doe, dan hebben we de 16 vierkantjes. Dan gaan we weer even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vierkantjes. Nou, nu hebben we de schaar nodig. Je legt hem zo neer. En dan moet je hier aan het einde 2 vakjes een inknip maken. Ik maak even een streep. Dan kunnen jullie het goed zien. Dikke streep. Dan hou ik hem omhoog. En dan zie je, hier moet je inknippen. Dat ga ik doen. Dan draai ik hem om en ik leg hem neer. Dan ga ik aan de bovenkant 2 hoekjes omvouwen. 1 en de andere 2. Dat heb ik gedaan. Dan krijg je dit. Daarna ga ik dit, dat is de slurf, die ga ik omvouwen. Zo. Zie je dat? Hij was eerst zo. En dan vouw ik hem zo. En als ik hem dan omdraai, dan heb ik al een beetje de rug van de olifant en de slurf. En nu ga ik hier een vierkantje eruit knippen. Dat ga ik eerst even tekenen. Dan kunnen jullie het goed zien. Hier ga ik een knip maken. Daar een knip. En daar een knip. Kijk maar. Zie je dat? Dat ga ik eraf knippen. Maar ik bewaar het wel. Want dat wat ik er nu uitknip, dat wordt straks zijn oor. Dus dat moet je niet weggooien. Ik heb hem bewaard. Dat is zijn oor straks. En nu is mijn olifant al klaar, joh. Zie je dat? Prachtig. Het oogje maak ik hier, vlak boven de slurf. Hier heb je de slurf en dan komt hier het oog. Van dit wat je nu over hebt, moet je even een klein hoekje omvouwen, of maar een klein stukje. Zo. Zie je dat? Klein stukje omgevouwen. Dat kleine stukje, dat lijm ik even in. Zo. En dat plak ik dan hier. En dan blijft hij zo staan. Dat is dan zijn oortje.
De mama is klaar en dan gaan we eigenlijk precies hetzelfde doen met de baby. Alleen daar hebben we dan een kleiner vouwblaadje voor nodig. Als je dat nou niet hebt thuis, is dat niet erg. Want je komt natuurlijk weer op school deze week en dan krijg je van mij een klein vouwblaadje. En ook als je grote vouwblaadjes op zijn, dan kan je op school gewoon van mij de vouwblaadjes krijgen. Geen paniek. We gaan weer 16 vierkantjes vouwen. Ik vouw hem dubbel. En ik krijg een klein boekje. Ik leg hem voor me neer en ik maak het rechte kruis. Het is wel wat moeilijker hoor, met zo'n klein vouwblaadje. Dat zul je vanzelf merken. En dan krijg ik vier kleine vakjes. 1, 2, 3, 4. Ik vouw hem in. En dan heb ik de kast. En het andere deurtje gaat dicht. Zie je dat? Deurtje open en deurtje dicht. Nou, de andere kant van de kast nog. Omdraaien. Als ik ze open doe, heb ik 16 kleine vierkantjes. 1, 2, 3, 4. Tellen jullie mee? 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 16. Je hebt meegeteld, hè? Nou, wat moest ik ook alweer doen? Ja, eerst hier een streep zetten. 2. En die inknippen. Weet je het nog? Die ga ik inknippen voor de slurf van de baby. Zo. Dan moest ik hem omdraaien. En dan ga ik de hoekjes omvouwen. Bovenkant hier een hoekje. Mooi scherp maken de vouw. En ik vouw het slurfje dubbel. Zo, zo ziet de achterkant er dan uit. 2. Hier een hoekje, daar een hoekje en daar een slurfje. En dan kan ik hem omdraaien. En dan moet ik alleen hier nog één vierkantje eruit knippen en goed bewaren voor het oor. Dus ik ga die weer even tekenen. Hier knip ik. Dan knip ik hier. En dan hier. Hier heb ik hem getekend. Ik knip hem eruit en bewaar hem goed voor zijn oor. Zo. Kijk, daar is hij. Nu moet hij nog een oogje en dat komt precies boven zijn slurf. En van het kleine vierkantje vouw ik ook een klein hoekje om. En op dat kleine hoekje doe ik een beetje lijm. Niet te veel. Dan wordt het een smeerboel. Zo. En dan plak ik het oortje. Zo. Kijk, hij moet ook een beetje omhoog kunnen. Zo. Zie je? Blijft hij zitten? Ja. Nou, dan ga ik nu eens even kijken hoe dat past. Ik leg die twee blaadjes hier een beetje over elkaar heen. En dan ga ik de mama voorop, want die weet de weg. En de baby erachter. Hier de baby. Oh, dat past makkelijk. Maar ze passen net niet op. Ik denk dat ik deze door de helft doe. Dus die vouw ik dubbel. Dan heb ik dan wel genoeg. Kijken of dat past. Ja hoor, dat kan makkelijk. Dan knip ik die helft eraf. Dan hou ik nog een helft over. Dan kan ik nog een tekening op maken. Zo. Die heb ik even niet nodig. Ga ik ze even aan elkaar plakken. Hier een beetje lijm. Mama voorop. Ga de mama in lijmen. Zijn pootjes. Nog een pootje.
bovenkant. Doet gewoon lekker langs de lijntjes. Anders is mijn lijm ook zo snel op. Het spurfje hoef ik niet vast te plakken. Want het is wel leuk als dat een beetje heen en weer kan gaan. En die mag voorop. Beetje geknoeid. De mama-olifant, die heeft altijd een staart, zie je? En het babytje, dat is altijd zo leuk, die houdt dan eigenlijk het staartje vast. Ken je dat liedje ook alweer? Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. En ze houden altijd hun mama vast. Dat is heel verstandig, hè, van zo'n baby-olifantje. Dan raakt die niet weg. Nou, dan ga ik die andere, dat babytje, ook eventjes inlijmen. Onder het hoekje. Zo. Pootjes. En die komt hier. Zo. Nou, de staart nog, hè. Want anders laat hij zijn mama wel los. Dat moet ik niet hebben. Gauw de staart tekenen. Een lange staart met aan het einde een kwastje. Kijk, hier heb ik de staart getekend. Maar nu moet de kwast er nog aan. Daar kan hij zich aan vasthouden. Beetje dikker maken. Zo. Nou, kijk eens. Nu kan hij zijn mama goed vasthouden. Hij is heel leuk geworden. Ik ga er nog een beetje gras bij tekenen. En een beetje wolken. En daar heb ik... blauwe voor nodig, voor de wolken, of ik bedoel voor de lucht. Het is altijd mooi weer, hè, waar olifanten wonen. Meestal. Soms regent het wel eens. Mooie blauwe lucht. Zo. En hè, lopen ze lopen in het gras. Hoog gras. Het loopt lekker. Nou, kijk eens. Kijk, hier heb ik een mooi plekje. Daar ga ik hem ophangen. Eens kijken waar de tape is. Hier weg. Ja, aan de andere kant. Stukje. Sommige kinderen hebben thuis ook alle werkjes opgehangen. En ik hoorde van iemand, daar paste geen werkje meer in de kamer. Dus nu is dat jongetje boven verder gegaan op zijn slaapkamer. Daar heeft hij nu de werkjes hangen. En dat is toch leuk? Dan krijgt hij net zoveel werkjes als ik. Hier is ook bijna geen plek meer. Zo. En past naast de kikker. Nou jongens, daar hangt die olifantenmama en het olifantenbabytje prachtig. Tot de volgende keer. Dag dag.